Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie weer mijn favoriete product zien van juni. De maanden vliegen momenteel zo hard voorbij dat het alweer tijd is om de maand juni door te nemen. Want ik heb echt het idee dat juni in een vogelvlucht voorbij is gegaan. Maar het was eigenlijk een goede maand met producten voor mij. Mocht je benieuwd zijn welke producten ik van juni heel erg fijn vond, kijk dan zeker even gezellig mee met deze video. Ik begin even met een Color Correcting Concealer setje van Max & More. Dat is dit setje. Deze heeft 3 concealer kleuren. 147 anti-dullness, 148 anti-dark circles en 149 anti-redness. Deze is echt, de roze is echt voor wat donkere plekjes die je goed kunt camoufleren. Echt heel fijn. Het hebben een draaimechanisme. Je kunt ze omhoog draaien. Ze zijn heel creamy. Ik ben normaal niet zo heel erg fan van concealers in stickvorm. Maar deze zijn echt wel goed gepigmenteerd. En hebben echt een hoge dekking. Deze is eigenlijk voor de donkere cirkels onder je ogen. Die kun je hier heel goed mee camoufleren. En het werkt ook gewoon echt. Want het blenden gaat gewoon super makkelijk. En deze is dan weer voor de rode plekjes op je gezicht die je kunt coveren met deze concealer. 3 hele fijne low budget concealers die ik echt heel erg fijn vond. Waar ik echt heel erg verbaasd over was dat ze zo goed werkten eigenlijk. Want ik ben dat normaal niet zo gewend van concealer sticks, maar deze waren top. Dan heb ik een highlighter palette en dit is het Go for the Glow highlighter palette van Essence. De verpakking is heel erg mooi, heeft holografische effecten, heeft de naam 02 The Warmth. Het is een highlighter palette met warme metallic glows. Het zit in een soort van kartonnen verpakking, maar het is wel heel stevig omdat er een laagje plastic overheen zit. Dan zijn dit de kleuren, er zit ook een spiegeltje in en dit zijn dus de kleuren. 3 hele warme kleuren. Je moet het wel kunnen combineren, want ik vind niet alle kleuren geschikt voor elke dag. Maar ze gaven wel goede pigmentatie. Ik vind de shimmer die erin zit heel erg mooi. Mijn voorkeur ging wel echt uit naar de roze kleur. Die vond ik het allermooist. Maar over het algemeen vond ik deze producten wel gewoon heel erg fijn, die highlighters. Want vooral met wat warmere dagen vind ik een warme highlighter wel mooi. En juist als het wat kouder is vind ik een koele highlighter mooi. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, mijn voorkeur gaat wel echt uit naar koelere highlighters. Omdat die gewoon iets beter bij mijn gezicht passen. Maar op zich, door de pigmentatie vond ik deze wel heel erg fijn. Dan heb ik een Labello lipproduct. Het is een crayon lipstick. En Labello kennen we eigenlijk vooral als lippenbalsem, maar ze hebben dus ook lipsticks. Ik heb hem in de kleur Hot Pink. Heel mooi kleurtje. En het fijne aan deze Labello is dat hij ook een verzorgende formule heeft. En er staat Labello natuurlijk onbekend, maar dat vond ik wel extra fijn. Het trekt direct in je lippen en hij houdt ze ook lang gehydrateerd. En je hebt dus kleur. Dit is dus de stick. Je kunt hem wederom weer zo omhoog draaien door de draaimechanisme. En ik vond de kleur echt heel erg mooi. Ik zou zeker meer van deze lippenstiften aan mijn stash willen toevoegen. Omdat ik ze gewoon echt heel erg mooi vind. Omdat het toch net even iets meer verzorgend is dan een gewone lipstick. En vooral op de dagen dat mijn lippen wat droog aanvoelen vind ik dit soort producten gewoon heel erg fijn. Dus dat is deze Labello. Volgens mij had je hem in 3 kleuren als ik het goed heb. Dan heb ik van Catrice een Sun Glow Matte Bronzing Powder. Dat is deze in de kleur 030 Medium Bronze. Ik kies altijd wat donkerdere bronzer kleuren. Ondanks dat ik wel een lichte huid heb, vind ik het net iets meer opvallen. En ik vind het mooi als een bronzer even iets wat meer opvalt. Mooie verpakking, gouden accenten erin. Ik vind dat heel erg mooi. De poeder is silky mat en ook wel lekker zacht. Je ziet het Catrice logo hierin staan. Eigenlijk wel een hele mooie kleur die ik wel een beetje zou opbouwen. Omdat ik hem nog net iets aan de lichte kant vind. Hij had voor mij nog een tintje donkerder gemogen. Maar hij blendt makkelijk in en ziet er gewoon heel erg mooi uit. Vooral als je hem wat opbouwt. Maar dat is iets wat persoonlijk is waar je van moet houden.
Dan heb ik van Essence een hele mooie nagellak. En dit is de Glitter On Glitter Off Peel Off Nail Polish in de kleur 03 Party Queen. Het is een nagellakje die je dus eraf kan trekken. Dat zie je op de bovenkant ook. Heeft een normaal penseeltje. Heeft eigenlijk best wel een goede dekking. Ik was een beetje bang dat hij niet heel goed zou dekken, maar met twee laagjes dekt hij heel goed. De lucht is wel anders als bij een normale nagellak. Het ruikt even goed chemisch, maar er zit nog een ander geurtje in. Maar dat komt denk ik door het peel-off effect. Ik heb namelijk ook een keer zo'n nagellakje van Catrice gehad. En die heeft ook zo'n geur. Het komt echt doordat je een peel-off effect in dit nagellakje hebt. Maar ik vind glitternagellakjes altijd heel erg leuk. En het is ideaal dat je deze gewoon af kan trekken. Want het verwijderen van glitternagellak vind ik over het algemeen echt een probleem. Vind ik niet handig. Maar ik vond deze vond ik gewoon heel erg fijn. Omdat je hem gewoon lekker van je nagels kan trekken. Dus dat is ideaal. Dan heb ik twee lipsticks van Catrice. En dit zijn de Pumping Power Gel Lipsticks. Dit zijn lipsticks die zijn volgens mij afgelopen februari in het assortiment gekomen. Het zijn deze lipstiften. Deze beloven een soort gel effect. Ik heb nu de roze trouwens op. Ik heb hem namelijk in twee kleuren. Ik heb de 070 en de 090. En de 070 heeft de naam For the Brave. En dat is dus de roze. Ziet er zo uit. Wat ik heel erg leuk vind is dat er ook in staat Be Brave. En op de achterkant staat Catrice. Hele fijne lipsticks. Brengen fijn aan. Ik vind wel dat je ze op moet bouwen. Want na één laagje geeft hij niet heel veel kleur op. Maar als je hem opbouwt vind ik hem wel mooi. En krijg je echt wel een mooi glansje. Echt een gel effect vind ik lastig, want ik heb eigenlijk nog nooit eerder gel lipsticks gehad. Maar hij voelt prettig aan op de lippen, dus dat is de roze. En de rode die heeft de naam 090 The Future La Femme. En die heeft ook weer die tekst Be Brave, dat vind ik gewoon echt super leuk. Dit is gewoon een mooi rood kleurtje, ik ben dol op rode lipstiften. En deze lipstiften zijn echt heel erg fijn. Echt twee top lipstiften die ik zeker nog heel erg vaak ga gebruiken. Omdat ik die echt heel erg fijn vond. Dan heb ik van Essence een You Better Work Gymproof Waterproof Tinted Day Cream. In de kleur Teen Light. Dat is deze. Dit is uit die You Better Work lijn. Dit is een lijn die heel erg geïnspireerd is op sporten. Want deze belooft een anti-shine effect en skin perfection. En hij zou dus heel erg goed blijven zitten met zweten. Hij zit in een tubetje en heeft een kleine opening. Ik vond hem echt heel erg fijn. Ik was echt verrast van de kleur die er nog afkomt. Het is niet dat je een hele dikke kleurlaag krijgt. Maar hij geeft wel voldoende dekking. En vooral voor de warme dagen vind ik dit soort producten heel erg fijn. Want je hebt gewoon eventjes net... Gewoon wat op je gezicht, maar je hebt niet het gevoel dat er een hele dikke laag op zit. Omdat het toch wat andere kwaliteit is als een foundation. En hij is ook nog eens waterproof. Nou, ik heb dat niet getest, dus ik durf je dat niet te vertellen. Maar deze zouden met sporten heel fijn zijn. Ik sport niet, dus daar heb ik hem niet mee getest. Maar met het warme weer bleef hij wel goed op zijn plek. Dus dat vind ik al een goed teken. Dan weer een product van Catrice. En dat is de One Drop Coverage Whiteless Concealer. Dat zijn deze kleine concealerpotjes. Ik heb hem in de 10 Light Beige. Deze belooft full coverage, heeft hyaluron en is sweet proof. Het enige nadeel is het verpakkingje, want hij heeft een pipetje. Dus het is een beetje lastig om dit goed te verdelen. Ik ben iemand, ik hou er niet van om producten aan te brengen met mijn vingers. Ik doe dit dan op een kwastje. Maar ik vond de dekking echt heel erg goed. Ik vond het een hele fijne concealer. Hij voelt niet heel zwaar aan op je huid. Ja, gewoon een lichtgewicht concealer die eigenlijk best wel een hele goede dekking geeft. En ook nog wel long lasting is. Dus dat vind ik wel heel erg fijn bij deze concealer ook. Dan heb ik een lipstick van Maybelline. En dit is de Maybelline Sensation Color All For Me lipstick. Dat is deze. Deze stond al een tijdje op mijn wishlist. Ik heb deze gekocht in een 1+1 actie. Ik heb hem in de kleur 385 Ruby For Me. Je hebt hem ook in matte varianten, maar ik wilde graag een glansje. Heeft deze huls. Heel erg mooi. En dit is dan de lipstick kleur.
mooi rood. Ik hou heel erg van rode lippenstiften. Hij heeft gewoon echt een hele mooie dekking. Blijft goed op zijn plek zitten. Voelt fijn aan op de lippen. Hij ruikt ook nog gewoon. Is echt super lekker. Ik kan de geur moeilijk omschrijven. Ik heb er altijd moeite mee. Maar ik vind hem echt heel erg lekker ruiken. Hele fijne lipstick die goed blijft zitten. Mits je hem afhapt met eten en zo gaat hij er wel sneller af. Dus je moet hem wel bijwerken. Maar ik vind het wel echt een hele, ja, hele fijne lipstick. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Want ja, ik ben zelf normaal meer van de low budget lipstiften. Deze vallen iets meer in de hogere prijskategorie. Maar ja, ik vind deze wel echt heel erg fijn. En de glans die eraf komt vind ik heel erg mooi. Want ik was echt op zoek naar een lipstick die echt voldoende glans zou geven. Dat doet deze wel. Dan heb ik nog een aantal producten uit de limited editie van Catrice. En dat is de Caviar Couch. Allereerst heb ik een blotting powder. Deze heeft de naam C01 Le Parfum Amour. Let niet op mijn uitspraak. Ik kan geen Frans. Ik vind de verpakkingen altijd heel erg mooi. Deze komen uit de limited editie Caviar Couch. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Dit is een limited editie die Catrice bijna elk jaar terug laat komen. En ze hebben weer een hele mooie collectie neergezet. Het zijn reisverpakkingen. Deze collectie is ook wel echt een beetje geïnspireerd op bruidsmake-up, zeg maar. Maar je kunt ze dus heel erg makkelijk meenemen. Ze hebben hele mooie bloemetjes aan de binnenkant. Heel erg mooi. Ik vind hem wel wat klein om in te dippen. Dus je kunt er beter met een kleine kwastje in dippen. Maar hij poederde mijn gezicht heel erg mooi af. En dat vind ik wel heel erg belangrijk. Dus ik vond dit wel een fijne poeder. Ondanks dat hij wel heel mini is. Dan heb ik uit diezelfde collectie ook een blush en highlighter. Dit heeft de naam C01 La Rose L'Orchidée. Ook weer die verpakking. Hoe prachtig met die bloemen erop. De blush en de highlighter. De blush heeft een wat kleinere pen. De highlighter is weer wat groter. Dus in de blush is weer wat moeilijker om in te dippen. De highlighter gaat beter. Maar hele mooie producten. Hele mooie kleuren. Ik snap op zich wel dat je dit zou kunnen gebruiken als bruidsmake-up. Als je gaat trouwen. Al kan ik ook snappen dat je misschien voor wat duurdere make-up zou kiezen. Maar het is zeker wel heel erg geschikt. Omdat de kleuren echt heel erg mooi zijn. Dus dat zijn deze hele mooie highlighter en blush van Caviar Couch. En ik heb dan ook het lipstick setje die ik heel fijn vond. En dat is deze. Dit is een mini lipstick set. De lipstiften hebben geen naam gekregen. Er zitten 4 mini kleurtjes in. Maar het doosje ziet er gewoon al geweldig uit. Ik word daar heel erg blij van. Ik zal hem even openmaken. Dan is dit de binnenkant. Hier zie je de lipstift. Er zit een spiegeltje in. En dit zijn de kleuren. Ik zal ze er even uithalen. Dit is meer een beetje een oranje kleurtje. Heel erg mooi. De dekking is echt heel erg mooi. Ze blijven mooi zitten. Dit is een mat kleurtje trouwens. Want je hebt 2 matte en 2 shimmer kleuren. Maar dit is dus een matte kleur. Maar die verpakkingen vind ik gewoon al prachtig. Dan heb ik een shimmer kleurtje. Dus een beetje een bruin kleurtje. Kleurtje die ik minder snel zou kiezen. Maar ja, voor bruidsmake-up kan het zeker heel geschikt zijn. Als je al een fellere ooglook hebt dat je voor bruin kiest. Shimmer kleurtje dus. Dan heb ik ook een rode kleur. En dit was volgens mij ook een matte. En dit is ook weer een heel mooi kleurtje. De dekking van deze producten is echt geweldig. Echt, ja, ik vind het echt een hele mooie collectie. En de laatste kleur die is, ja, meer een beetje, ja, lijkt ook weer een beetje nude-achtig. Maar gaf toch wel meer een soort bruin paars effect. Het was niet echt super nude, maar deze is dus ook shimmer. 4 hele mooie lipstick kleurtjes. Ik vond dit setje, ja, ik werd hier gewoon heel erg blij van. Dit is wel echt een van mijn favorieten van de maand, omdat ik gewoon echt lipstick gek ben. En dan ben ik alweer toe aan het laatste product. En dat is een oogschaduwpaletten. En dit is een oogschaduwpaletten van, volgens mij zit er een vlekje op, Essence. Dit is het Salut Paris. Eyeshadow paletten. Dat is deze. Hoe mooi is die verpakking? Ik zal even dit vervelende ding ertussen uithalen. Heel erg leuk paletten. Hij loopt ook door aan de achterkant. Dit is de binnenkant. Hij heeft een prachtige spiegel waar je ook weer dat Parijs in ziet doorlopen. En dit zijn de kleuren. Het zijn wat zachtere kleuren. Ja, een beetje romantische kleuren eigenlijk. Want ja, Parijs is de stad van de liefde.
Het zijn 9 kleuren. Ze hebben echt hoge pigmentatie. Je kunt hier echt mooie ooglooks mee creëren. Ik vind het echt een prachtig palette. Ja, echt gewoon leuke ooglooks kun je hiermee creëren. Dus ik ben hier echt super blij mee. Ik vind deze palettes, ik vind het echt een hele goede zet dat Essence met dit soort palettes is gekomen. Dan waren dit alweer mijn favoriete producten van juni. Ik ben heel erg blij dat ik de producten weer aan mijn stash kan gaan toevoegen, zodat ik ze weer lekker vaak kan gebruiken. Want ik merk toch wel dat ik het vaak een beetje vergeet van, oh ja, wat vond ik nou ook weer? Wat had ik nou ook weer liggen? Ik weet natuurlijk wel ongeveer wat ik heb getest, maar dan is het weer van, oh ja, die had ik ook nog. En het is gewoon leuk, het is weer een soort van herontdekken van producten, omdat ik ze dan al een maandje hierin heb zitten, zeg maar. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij een product hebt die je misschien ook wel hebt getest, die je ook heel fijn vond. Misschien ben je zelf wel benieuwd naar een product om te testen. Laat het me zeker even weten bij de comments. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal? Kun je gratis abonneren. Dat kan gewoon op mijn YouTube kanaal zelf. Maar ook eventjes door op het rondje met mijn gezicht te drukken. En als je ook even op het belletje drukt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Voor nu wil ik je weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je graag weer bij een volgende video. Doeg!